Gelukkig zijn de kappers nu weer open. Voor jou maakt dat niet uit. Jouw haar zit toch al 5 jaar hetzelfde. Jij bent zo arm dat je zelfs geen krediet krijgt bij de voedselbank. Darkness rises in all you do. Het is hele stomme muziek, kom maar. Oh ja, dit was ook leuk. De Capitol bombing. Ja. Dan loopt hij naar het raam toe. En dan doet hij het zo open. Boom! En weet je wie eronder heeft gereageerd? Lucas trouwens met zeker waarom is. Ja, maar deze serie heb ik ook gezien. Harme Frodo. En welkom bij weer de 14e aflevering van Frodo. Vooral als ik een tijdje geleden heb gezien. En in deze aflevering reageren. Zo gaat hij. Ja. En toen, dat vond ik dan zelf al het leukste. Dan heb je ook nog... Maar heb je hem dan eerst een keer zitten kijken voordat je de video maakte? Ja. Ik heb nooit de eerste keer reactie als ik dingen op reageer. Nu is het wel nee, eerste keer Nee, maar ik bedoel reactie. Van, je hebt hem waarschijnlijk al, als je hem bijvoorbeeld een jaar geleden hebt gezien, ga je hem dan voor de tweede keer eerst kijken voordat je de video maakt? Of ga je hem gewoon ja, want ik kijken? Weet dan niet meer of het nog spannend beeldje is of zo. Ja, oké. En dan hou je gewoon de leukste stukken straat. I don't know if you were, that the world's gone to hell since you left. Hallo kijkers van Harme Foto, hallo en welkom bij weer een 18e. Hier, jij bent ook de enige die deze video gekeken van heeft. Foto reageert. Die is dus maar één keer door één iemand is hier afgekeken en ik zag net dat jij hem afgekeken hebt. Dus dankjewel daarvoor. Dan heb je ook nog mijn slechtste project ooit, Storming Scotland The Movie. 10 uur aan geëdit, 35 views. Hallo, dames en heren, maar YouTube is maar heb je hem niet gedeeld in de Schotlandgroep? Jawel, maar niemand keek. Ja, dat kan echt niet. Dan heb je nog Mannen Lezen de Vrouw. Smor verliefd op een seriemoordenaar. Mannen Lezen de Vrouw met Leon. Hij houdt niet van muziek van Billie Eilish. Wie houdt wel van muziek van Billie Eilish? Wat een slechte titel. Ja, ik heb nog nooit iemand... andersom moeten doen. Hij houdt wel van muziek. En dan is ja, maar dat dan was gaan niet zo. Klikken, en dan gaat ja, ze... dan gaat ze zeggen, hè? Hou jij van muziek van Billie Eilish? Heb jij Bad Guy als je wekker? Ja, dat denken mensen dan. Hier, dit was ook een prachtig video. Hallo kijkers van Harme Als Gunther dan zegt... Oh ja, ik ben een vriend van Lucas. Vandaag ben ik hier met Lucas en Rutger. En ook gewoon, jij zit er gewoon naast, ja. Hallo? Dat stukje wil ik even zien. Ja, die is mooi. Maar daarom, Gunther die heeft mij ook niet voor zijn verjaardag uitgenodigd. En ja, ik dat geurt niet van Lucas. Jij wijst nog naar jezelf. Heel mooi. Ik ga wel sporten en ik volg wel het coronanieuws. Nou, en hij volgt het coronanieuws uit 2012. Ja, en hij kent de memes van de derde wereldoorlog. Daarom hebben we hem uitgenodigd. Ook het coronanieuws. Ja, en vandaag hebben we het over het virus. Omdat dat natuurlijk helemaal training topic ja, dit is gewoon grappig. Ja, dat was nog wel iets ongemakkelijker voor de camera op dat moment. Maar we gaan... En welkom bij de roast op Lucas. Ja, nee, dat doen we even niet. Gelukkig zijn de kappers nu weer open. Voor jou maakt dat niet uit. Jouw haar zit toch al 5 jaar hetzelfde. Veranderd. Welkom bij de roast of Lucas. Je hebt sommige mensen die er beter uit gaan zien als ze ouder worden. Bij jou lijkt het wel alsof dat andersom is. Zeker door die foto van net. Ja. Je hebt sommige mensen die houden van jam. Andere mensen doen jampot glazen op. Roast mij. Ja, ik kan toch helemaal niet roast uit het niks? Tuurlijk wel, ik doe dat toch ook. Ja, maar daar ben ik niet voor gemaakt, arme. Ik moet even tijd hebben. Oké, ik speel maar even een muziekje. Here where the sky's falling, I'm watching for you. Ja, nee, ik kan dat niet, arme. And I'm crawling, fighting for you. When the rain stops, stand up. Is het erg dat ik dit niet ken? What would I do? And I know I go all in. But why should I? You give me a reason, something to believe in. Dat ken je wel, toch? Tuurlijk. Ja, precies. Nou, mooi. Roast. We gaan even een roast voor jou opzoeken. Voor mij? Hoe roast ik... Harmen Frodo. Nou, wat komt er? Een disc op dat moet je vragen over aan Lux Leventje en Klanten Games. Hoe roast ik vrienden? Maar daarvoor zijn het vrienden. 9 stappen om iemand te wisselen. Met afbeeldingen. Beledig hun uiterlijk.
Je ziet eruit als de voorfoto. Heb je je nek ingereld voor een nekstaking? Oh ja, nee, welke ook goed is, is er zit een pukkel op je nek. Oh nee, dat is je hoofd. Ja, maar die is juist heel slecht. Beledig hun intelligentie. Oh, oh, oh. Het is best triest om te zien hoe jij je hele woordenschat in één zin probeert te passen. Ja, maar dat zijn helemaal geen, dit is slecht. Dat gaat door, door. En beledig hun rijkdom. Jij bent zo arm dat je zelfs geen krediet krijgt bij de voedselbank. Oh. De laatste keer dat jij een warme maaltijd rook was. Kijk die laatste. Beledigende houding. Hé, hey, eet deze lipstick, want daar wordt ze mooier. Dat is echt niet grappig. Nee, we gaan door. Je momenten kiezen. Probeer hun kwetsbaarheden te vinden. Als degene jou plaagt zich altijd goed kleedt, of ontzettend trots lijkt op zijn of haar Nike sneakers, denk dan aan de kleding die hij of zij normaal draagt en bereid vast wat beledigingen voor die met zijn of haar kleding te maken hebben. Ik vind het toch niet dat ik er heel raar uitzie of zo. Waarom heb je nou een lange broek aan? Ik heb altijd een lange broek aan. Ik heb afgelopen jaar twee dagen... 30 graden. Ik heb afgelopen jaar twee dagen... Een warme broek aangehad en dat was bij 42 graden. En wat zijn graden voor in Parijs. Schoenen dan ook? Nikes. Nike sneakers. kijk deze vergelijking. Dit is toch... Je hebt ook Nike sneakers. Ja, maar dit is toch gewoon een verschil, Arme. Wacht op de juiste kant. Als je voor de kledingtactiek kiest, wacht dan tot hij of zij nieuwe modieuze kleding draagt en zeg dat je zijn of haar nieuwe shirt leuk vindt. Zeg vervolgens, die gooster die bij ons de vuilniszakken ophaalt, heeft ook zo'n shirt. Nee, dat vind ik niet echt heel beledigend. Dat vind ik juist beledigend naar die vuilnisman natuurlijk. Ja, waarom heeft die nou een mooi shirt? Ja. Verdien je zo weinig, ga je er een mooi shirt van kopen. Je kan toch ook gewoon vuilniszakken dragen? Oké. Okay. Wacht tot de gymles begint om zijn of haar atletische vaardigheden af te krijgen. Het is ook gewoon niet grappig. Ik wil goed roosten, niet iemand... Hier. Goede zinnen om mee te dissen. Goede zinnen om mee te dissen. Wattpad. Daar gaan we. Kijk niet zo stoer, daar krijg je rimpels van. Wat is dat voor... Waarom meteen... Waarom staat er overal... iets achter. Ja, iets achter. Oh, ik weet wel een goeie. Bij, oh, kijk hoe Halloween hier is geschreven. Ja, Halloween. Bijna Halloween. Kan eindelijk laatst je masker vroeg iemand af. Me. Hoe ga jij naar Halloween? Toen dacht ik. Als Lucas. Ja, dit had ik al zien aankomen. Is toch mooi? Het is een hele, hele slechte grap. Oh, dit zo roos je iemand. Kijk in de brullenbak, dan zie je. Jij bent de maan. Als ik opkom, ga jij eraan. Dat is wel een goede tekst voor een diss-track. Zal ik niet de volgende diss-track doen? Ik ben de zon en jij bent de maan. Als ik opkom, ga jij eraan. Zei ik niet zo, ik ben geen wc. Roosjes zijn rood, de lucht is blauw. De geur van de play doet me denken aan jou. Oh, ik vind altijd deze goed. Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw. Ik dacht dat ik lelijk was en toen zag ik jou. Oh, deze kan je mooi tegen Rutte zeggen. Welkom bij de diss-track, de roast of de hele wereld. Ik hou van het zee, ik hou van de rotsen, maar als ik jou zie, moet ik kotsen. Ja, ik vind deze allemaal vind ik een beetje matig. Jij bent de reden al met leven om eerlijk te zijn. Al heb je spijt, je bent me kwijt. Nou. Yo, was dat de goede roast? Je komt iemand tegen op straat en je zegt, oh, heb je spijt? Je raakt me kwijt. Kijk, trieste verhalen maken goede boeken en boys en kuben zonder hoeken. Ik, ja. Wat. Dit heb jij ook bedacht. Ja, waarom komt dat opeens gewoon. Random daar ineens? Nee, daarna komt. Jij hebt hier echt niks te zoeken. Ik zoek jou op in alle hoeken. Dat heeft echt niks met elkaar te maken. Jij hebt hier echt niks te zoeken en ik zoek jou op in alle hoeken. Dan komt. Dit is een tussenstuk, snap je? Nou, wat een spannende muziek. Goed, naar alle schijn, toch ga je er aan op korte termijn. Mooi Sinterklaas schijnpje toch? Hier, kijk je de volgende. Elke kennis is pijn, jij hebt er geen, dat is fijn.
Die is op zich wel prima. Ik zal er geen doekjes om winden, wij waren nooit echte vrienden. Vrienden. Is dat vrienden? Ja, dat is vriend. Dat zal jij niet wel ondervinden, om die staan man ben jij niet te vinden. In de brugras toen vond ik, dat is niet. Wie is niet op Insta te vinden? Hidde. Heeft hij geen Insta? Just Hidde heeft geen Insta. Jongens, stalk Just Hidde op Facebook. Daar zit hij wel. Daar maakt hij foto's van hoe je salto's doet. Heel interessant. Ja, oké. Okay. Wat wil jij nog meer kijken van haar foto of van iets anders? Zoek maar een mooi filmpje op. Nou, een mooi filmpje. Oh, ik heb een mooi filmpje. Oh. Ik kan niet typen, maar dat maakt niet uit. Hou je ogen dicht. Ja, ik hou mijn ogen dicht. Oké. Ik moet even eerst opzoeken. Niet luisteren. Moet je horen. Oh, even reclame. Oké, nog even wachten. Bij Galaxy S20. Reclame voorbij. Oké, eventjes doorspoelen. Mijn ouders zitten hiernaast wel, hè? Ja. Ik zoek niks geks op. Oké, kijk maar. Ja? Het was mooi. Heb je dit gezien? Ja. Ik stuurde deze jou door. Oh ja, je stuurde mij die. Snap je? Gewoon geld afgepakt van Denzel. Jouw verantwoordelijkheid, snap je? En als je goed hebt gekeken daar bij de entree, staat ook een bord. Dat je niet mag parkeren en van de boete voor 100 euro. Wil je dat per kaart doen of wil je dat per mobiel doen? Maar dat hij eerst ook nog naar binnen gaat lopen om even tegen die receptie te zeggen, ja, je hebt gelijk. Oh, waar ga je? Ik sta op de verkeerde plek. Nee, en hij gaat terug naar binnen. Hij is er niet helemaal mee eens, dus... Zijn we niet eens? Ja, met die boete natuurlijk. Maak jij niet zo'n spannende video? Ja, ja, zal ik geld terugpakken van Noah Sambrink? Ga ik hem nepdrugs verkopen? Gaat hij zeiken over een bol? Gaat hij helemaal zitten... Hier, doe je oogjes dicht? Ik weet ook nog een leuke. Dit is geen filmpje, maar dit zijn comments onder een filmpje. Die zijn zo mooi. Comments onder een film. Ja. Oké, doe je ook nog open? Dit is het filmpje van Denzel bij The Voice of Holland. Die heeft daar aan meegedaan. Heeft hij daar aan meegedaan? Ja. Reacties? No way. Ik zou die nummer graag willen luisteren, maar mijn AirPods zijn nog niet binnen. Wat slecht. Kan ook liggen aan mijn AirPods die niet goed werken. Nou wil ik hem wel horen. Dit is echt heel slecht, maar kan ook liggen aan mijn AirPods. Oh nee, die heb ik niet binnen. Oké, ik ga hem even laten horen. Dit wordt gestrijkt, dus dit doe ik niet.